Laatste stukje alweer. We gaan het even hebben over jouw muziekkeuze. Die gaat dus echt alle kanten op. Hè? Kun je er wat over zeggen? Ja, mijn vrouw vindt ook vaak dat ik alle kanten op ga. Dus het is toch een afspiegeling van mij. Ja, ja, elk stuk heeft een verhaal. Herman Brood, mijn eerste LP, Cha-Cha. Dat was een idool voor me. Ja. Het feit dat Cha-Cha, hij werd uitgereikt toen Herman Brood uit de gevangenis kwam. Toen kreeg hij zijn gouden album. Ja, nou, prachtig. Ja, dat is toch prachtig. Ja, ja, dus, ja. En nog over andere dingen. Die Dr. Hans P. had je net al gezegd. En Kraftwerk was je naartoe geweest. Hè? Ja, Rijn met de Leeuw. Een prachtig rustgevend stuk. Mm-hmm. En elk stuk heeft wel weer herinnering aan jeugd. Ik heb een geweldige jeugd gehad. En dat was Saturday Night. Herman Brood was daar een onderdeel van. En The Race doet me denken aan mijn tijd in Engeland. Daar was toen 20, 30 jaar geleden speelde al The Race er op een videoscherm. Dat maakte natuurlijk op mij toen als jochie diepe indruk. Ja. En, ja. Zo heeft elk stuk zijn verhaal. Ja. Jij gaat veel naar concerten, jij, hè? Ja, het is echt de manier om even niets te doen. En dat mag gaan van liefst een stapeld maten, drama, tot met Madonna of andere zaken. Dus ja, erg mooi. Ja, even een avondje echt eruit. En ik vind het altijd heel knap. Ik was pas nog bij Neil Diamond. En ik trek nu al geen volle zalen. Dus ik vind het heel knap dat de man van 74 nog steeds in staat is om 17.000 mensen naar de Ziggo Dome te krijgen. Dus ik geniet wel hoe iemand dat voor elkaar krijgt. Was hij goed bij stem? Heel goed bij stem. 2 uur achter elkaar door. Ja. Erg mooi om te zien. Ja. Nou, ik had een tijdje geleden was ik daar Ennio Morricone in Ziggo Dome. Kijk. Die is al in de 80, geloof ik. Dus ja. Het gebeurt nog steeds in het Westen. Onvoorstelbaar. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en wat luister je nou in je auto? Wat voor muziek heb je daar zitten? Nou, eigenlijk Radio 1. Daar kom ik even. Dus ik heb niet te veel herrie aan mijn hoofd. Dus ik even te luisteren naar de achtergrond. Dus de Griekse ontwikkeling vind ik heel interessant. En eigenlijk wel meestal dat is wel echt interessant. Ja, toch wel even wat klassiek. Ik rij een oude auto en die moet ik ook niet te veel afjakkeren. Dus dan moet de hele ambiance. Dus je zet er niet een nieuwe goede radio in met een USB-stick, zodat je. Nee, dat kan echt niet. Dat trekt die auto niet. En dan ga ik heel onrustig rijden. Dan kan ik die auto niet aandoen. Mm. Dus dat is helemaal. Dan zit ik helemaal zen in mijn autootje. Dus, ja. En kijk je muziekprogramma's op TV? Nou, eigenlijk niet. Ik kijk geen televisie. Dat is niet vanwege religieuze overwegingen, maar ik vind het gewoon helemaal niks. Het is mijn tempo. Enkele kijk ik wel naar de Discovery, naar echte Howard's Beeld, weet je, over die hele grote technieken dat interesseert mij. Technische programma's. Maar verder is of het gaat te snel of het gaat te langzaam. Het is bij mij nooit goed op televisie, dus ik kijk eigenlijk geen televisie. Heb jij een groep waar je echt fan van bent? Een popgroep? Ja. Nee, eigenlijk niet zo. Ik heb zo'n brede smaak. Ik kan me niet veroorloven om daar heel veel tijd aan één groep te besteden. Ik vind Kraftwerk helemaal geweldig. Mm-hmm. Dat waren echt de pioniers. Maar Herman Brood helaas. Ja, dus, okay. Heel veel dingen die ik leuk vind en te weinig uren in de dag, Jan. Je kent het. Ik weet er alles van. Okay. Marcel, dit is alweer het einde van de avond. Dankjewel. Erg leuk weer om mee te maken. Dankjewel, heel fijn. En fijn dat je er was. Dames en heren, dit was Marcel van Bohemen en we hebben het over ICT gehad en zijn hobby's. Maar wij willen ook nog eventjes René van Schenkhoff bedanken dat hij de techniek toch weer voor elkaar heeft. En waarschijnlijk onder de bezielende leiding van Peter van der Haar. Want anders dan zou het misschien wel heel moeilijk worden. En volgende week is mijn gast Carina Koerting-Hooyer en zij is producer, organisator van Ed Hart Production. En daar gaan we allemaal over organiseren luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.